Gedachten zijn dingen. Bovendien zijn ze ontzettend krachtig wanneer ze gecombineerd worden met een concreet doel, doorzettingsvermogen en een vurig verlangen. Wat is precies de kracht van gedachten en hoe kun jij het in jouw voordeel gebruiken? Welkom bij hoofdstuk 1 van Think and Grow Rich. Gedachten zijn dingen. Let's go! Oké, kort samengevat komt het hoofdstuk erop neer dat alles begint in je mind. Alles begint bij je gedachten. Dat betekent dat wanneer je jezelf een doel stelt, een concreet doel, een bepaald eindstation, en je daarbij bepaalt dat niets of niemand je daarbij zal limiteren, dat niets of niemand je daarbij zal stoppen, dan zul je het vroeger of later behalen, linksom of rechtsom. De meeste mensen stoppen bij tegenslag. Dus wanneer je mislukkingen meemaakt, wanneer je tegenslagen meemaakt, wanneer je het gevoel hebt dat je hebt gefaald, dan zul je zien dat het verschil tussen een winnaar en een verliezer is dat een winnaar weer opstaat en weer doorgaat. Dat niet alleen, maar ook nog leert van zijn of haar fouten. Terwijl iemand die zichzelf ziet als een opgever, dus gewoon iemand die zichzelf niet als een winnaar ziet, die zal het zien als een bewijs dat hij of zij moet stoppen met wat hij aan het doen was en beter iets anders kan gaan doen. Groot verschil in opvatting. Aan het begin van dit hoofdstuk wordt er gesproken over Edward C. Barnes. Dat werd later de compagnon van Thomas Edison. En ook hij begon met een doel. Zijn doel was niet om voor Thomas Edison te gaan werken, maar om met Thomas Edison te werken. En hij had ook besloten dat dit hoe dan ook ging gebeuren. Wat er ook gebeurde, hij zou de compagnon van Thomas Edison worden. Hij had dan ook met zijn laatste geld een treinticket gekocht. Is hij vervolgens naar hem toegegaan. Heeft hij aangegeven dat hij met hem wilde werken. Dat is in eerste instantie niet direct gelukt, maar Thomas Edison kon direct al zien aan de gezichtsuitdrukking van Edward C. Barnes dat hij vastberaden was en dat het niet uitmaakte wat hij zou zeggen, dat er een bepaald soort vastberadenheid aan hem was, een bepaald soort energie die hij uitstraalde, dat hij hoe dan ook niet zou accepteren als hij het aanbod zou afwijzen. Dus heeft hij hem in eerste instantie aangenomen om voor hem te werken. En uiteindelijk heeft hij zichzelf opgewerkt tot daadwerkelijk de compagnon van Thomas Edison. Dit voorbeeld laat dus goed zien waar het hoofdstuk over gaat. Dat wanneer je jezelf als je een bepaalde gedachte hebt, een concreet doel, doorzettingsvermogen en verwikkeld met een vurig verlangen, dan zul je uiteindelijk slagen. Een ander voorbeeld wat in het hoofdstuk aangedragen wordt is van goudzoekers. Dat er dus goudzoekers zijn geweest in het verleden die net voordat ze bij het goud waren stopten. Omdat ze dachten van hier zit niks. We kunnen hier dus blijkbaar toch niks halen en vervolgens trekken ze weer terug. Wat natuurlijk extreem zonde is. Oftewel, je weet niet wanneer je bij het goud bent. Oftewel, geef nooit op totdat je bij je doel bent aangekomen. En uiteraard, wanneer je obstakels meemaakt, kun je de mindset aannemen van het obstakel is de weg. Daar heb je misschien ook wel eens van gehoord. Oftewel, leer van je fouten. Doe er iets mee. Dus gewoon, lukt het de eerste keer niet? Geen probleem. Tweede keer, derde keer, vierde keer. Je zult steeds lessen hieruit halen. Lessen hieruit trekken. Lessen hiervan leren. En gaandeweg word jij gewoon de persoon die het succes zal behalen. Want als jij maar op blijft staan en je blijft maar leren van je fouten, dan hoef je dat niet te zien als falen. Dan zijn het gewoon leermomenten. En kun je dat weer positief draaien. Dus pak je een negatief iets, draai je positief en maak je van iets wat jouw zwakte kan zijn, maak je jouw kracht. En met al die lessen in je rugzak zul je uiteindelijk succes behalen. Want jij wordt steeds sterker, jij wordt steeds slimmer, jij wordt steeds beter in hetgeen
waar je mee bezig bent. En uiteindelijk zou je dan uiteraard beloond worden met succes. En wat er in het hoofdstuk ook wordt benoemd, is dat je dus dat wanneer geld eenmaal naar je toe stroomt, dan stroomt het dan komt het met bakken uit de hemel gevallen. Oftewel, het is niet zo dat je eerst een klein beetje moet verdienen en dan steeds een klein beetje meer. Nee, het is zo dat wanneer je eenmaal ontvankelijk bent voor succes en je zult eenmaal succes ontvangen, dan kan dat in één keer met bakken uit de hemel vallen. Wat verder nog in het hoofdstuk beschreven wordt, is dat je mindset dus alles is. Alles begint met een gedachte. En dat de meeste mensen ingesteld zijn op falen, armoede, mislukking, ellende. En die zijn zich daar zelf niet eens van bewust. Dat is dan ook direct het grote probleem. Hij zegt dus van wanneer je eenmaal bewust wordt van je gedachten, dus eigenlijk gewoon afstand neemt van je gedachten en ze observeert. En ze niet per se veroordeelt, maar dat je dus wel in ieder geval ervan bewust wordt dat wanneer je positieve gedachten hebt en negatieve gedachten hebt, je weet zelf al wat positief is en wat negatief is. Mocht je dat niet weten, dan kun je altijd nog focussen op de vraag: helpt deze gedachte mij of werkt het me juist tegen? Vaak is het zo dat gedachten ons juist tegenwerken, vooral gedachten die we in het verleden hebben gehad. Negatieve gedachten over onszelf, negatieve gedachten over wat we waard zijn, negatieve gedachten over onze omgeving. Ook vooral gedachten als waarvoor overkomt mij dit nu? Ook wanneer je dus gewoon gefocust bent op bijvoorbeeld niet falen in plaats van te winnen. Gigantisch verschil. Denken in wat is het juiste woord wat ik hier zoek? Tegenovergestelde van abundance, overvloed, schaarste. Dus wanneer je vastzit in schaarste in plaats van overvloed. Als je bijvoorbeeld alles probeert te sparen, op te potten, vast te houden. Je partner bijvoorbeeld verstikt. Dat hij of zij niet bij je weg moet gaan, dat je dan niemand meer hebt. Dat soort gedachten zijn enorm limiterend. Maar in ieder geval, hij zegt hierbij dat is in ieder geval wanneer succes je toekomt, dat in één keer met bakken uit de hemel kan vallen. Dat het dus, dat je dan ook vooral afvraagt waar het zich altijd tijd schuil heeft gehouden. Er zijn natuurlijk bewuste gedachten en er zijn onbewuste gedachten. Onbewuste gedachten controleren iets van 90% van je volledige bewustzijn, dus gewoon van je volledige mind. Daarom is het absoluut cruciaal om uit te zoeken wat er dus in je onderbewustzijn zich bevindt. En daar geeft ze dus ook bepaalde tips voor, bepaalde tactieken om dat aan te pakken. Dat zal later in het boek nog behandeld worden. In ieder geval, veel mensen zijn bang, zijn angstig. Je ziet bijvoorbeeld het ook bij bepaalde situaties die in de wereld plaatsvinden. Dat kan wereldwijd zijn, maar het kan ook landelijk zijn. Een economische crisis bijvoorbeeld, dan heerst er heel erg veel angst. Wederom schaarste, denk ik, is dat. En uiteraard de coronasituatie, de coronacrisis, heel erg veel angst voor je gezondheid, voor de economie, allemaal van dat soort zaken. Maar in ieder geval, ook wordt er besproken dat wanneer je denkt dat bepaalde dingen onmogelijk zijn, dat zijn ook weer limiterende gedachten. Eigenlijk gewoon alle gedachten die je klein houden, dat dingen niet kunnen, dat dingen niet voor jou weggelegd zijn, dat het dus simpelweg onmogelijk is. Dat zijn allemaal beperkende gedachten en die moet je zoveel mogelijk kwijt zien te raken. Want ze zullen je simpelweg niet helpen. Oké, dus kort samengevat, vastberadenheid overwint alle mislukkingen. Gedachten zijn dingen, oftewel alles begint vanuit je mind, alles begint bij een gedachte. Dus zorg ervoor dat je positief denkt, zorg ervoor dat je groots denkt. Zorg dat je vooral wegblijft van negatieve gedachten en dat je je niet laat verleiden tot destructieve gedachten. Dat dingen niet kunnen, dat dingen niet voor jou zijn weggelegd. En stel jezelf een concreet doel, werk er naartoe. Creëer gaandeweg een vurig verlangen voor dit doel en geef nooit op. Wanneer je vastberaden bent,
Je werkt naar een concreet doel, je onderneemt constant actie en je laat je niet uit het veld slaan. Alle mislukkingen zijn eigenlijk zegeningen. Ook iets wat de Boeddha leert. En grijp gewoon alles aan in jouw voordeel. Alle negatieve kun jij in een positief iets veranderen. Dus ga ervoor, laat je niet uit het veld slaan. Hou twijfels buiten de deur. Word niet angstig. En wanneer je wel angstig wordt of twijfels krijgt, twijfels komen in principe ook voort vanuit angst. Ga dan bij jezelf na, waar komt dit vandaan? Komt het vanuit mijzelf of komt het van iemand anders? Komt het vanuit mijn verleden? Zo ja, waarvan? En analyseer die gedachten en doe er iets mee. Dus laat vooral zaken niet gewoon onbewust voorbij schieten. Uiteraard zal het nog steeds gebeuren, niemand is perfect. Het zal nog steeds voorkomen dat je gewoon bepaalde gedachten je ontglippen of gewoon ergens vandaan komen. Soms weten we echt niet waar het vandaan komt. Waar komen gedachten überhaupt vandaan? Maar zorg ervoor dat je gewoon ervoor gaat en jezelf niet gek laat maken. En blijf positief denken en blijf je gedachten controleren. Oké, dit was mijn samenvatting van hoofdstuk 1 van Think and Grow Rich. Gedachten zijn dingen. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Zo ja, laat dan eventjes weten hieronder in de comments wat je ervan vond. Wat je grootste les is geweest en ook hoe je het toe gaat passen in je eigen leven. Je kunt hem uiteraard liken en delen met je familie en vrienden. En abonneer je nog eventjes voor het geval je dat nog niet hebt gedaan. Ik maak video's over geluk, succes en gezondheid. En uiteraard, als je bepaalde tips of tricks hebt, laat het dan ook eventjes weten. Ik lees alle berichten en ik zal ook overal op reageren. Dat is bij deze beloofd. Ik zie je in ieder geval volgende week in hoofdstuk 2. Mijn samenvatting van hoofdstuk 2, dat is verlangen. Waarin ik uiteraard weer diep inga op de materie van Think and Grow Rich, van dat specifieke hoofdstuk. Ik wens je heel veel geluk, succes en gezondheid toe. En dan zie ik je graag volgende week in de volgende video. Let's go!